Ik ben Roger Jaarsma en al 15 jaar fotograaf van beroep. Vanuit mijn eigen ervaring kom ik erachter dat de klant steeds meer gericht is op connectiviteit. Op die markt is Samsung heel goed ingesprongen met de Smart 3.0. Dankzij NFC, oftewel de Tag & Go functie, is alles nog gemakkelijker geworden. Je houdt het apparaat tegen je camera aan en de rest gaat eigenlijk vanzelf. Via Photobeam en de Smart Camera app kan je via wifi ook je foto's sharen. Door middel van Dropbox kun je direct een online backup van je foto's maken. En dan hebben we nog de babymonitor, die de Smart 3.0 extra bijzonder maakt. De babymonitor zal niet voor iedereen natuurlijk een vereiste zijn, maar voor ouders natuurlijk wel extra leuk. Als laatste de Remote Viewfinder. Daarmee kan je bijvoorbeeld een groepsfoto zonder self-timer maken, omdat je je camera via je smartphone kan bedienen. De Smart 3.0 functie is wat deze camera's met elkaar verbindt. Ik wil nu nog even kort ingaan op elke camera, want elke camera heeft natuurlijk zijn eigen specifieke voordelen. Neem de WB350F. We kennen allemaal wel die gezellige momenten die je gelijk zou willen delen. Met de WB350F is dat natuurlijk heel goed mogelijk. Via NFC, oftewel Tag & Go. Hij haalt alles zeer dichtbij met een 21 keer optische zoom en dat is dan zonder kwaliteitsverlies. Ook is het mogelijk in hoge kwaliteit video te filmen, oftewel Full HD. Daarnaast is de camera zeer compact en heeft een luxe leather design. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je nu iets meer gevoel hebt met Smart 3.0. Wil je meer weten over een ander type camera? Bekijk dan de andere video's. Succes met je keuze!